Mijn allereerste moederdag, ik ben zo trots. Een soort, wel een soort budgetlijn. Heel eerlijk gezegd, ik heb geen idee waar ik hem mee doe. Nou, je hebt er een klein beetje spijt van. Kunnen we dat eerlijk zeggen? Kijk nou eens even hoe mooi dit is, jongens. Het ging heel snel. Ja, het is zondag en het is mijn eerste moederdag. En het is ook nog eens zon. En nog een keer, maar echt lekker zonnig dag is het. En ik ben helemaal verwend. Ik heb een mooi zelfgemaakt geknutseld iets gekregen. Zo lief. Ik loop eigenlijk al heel de ochtend te brullen. Ook prima. En Lavie en ik hebben allebei iets moois gehad van papa. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Nee, hè? Mijn allereerste moederdag. Ik ben zo trots. Leuk, hè? Heel leuk. En nu gaan we lekker naar mijn moedertje. En haar moedertje. En mijn oma, ja. En mijn zus. We zijn nu namelijk allemaal voor het eerst met z'n allen moeder. Ik liep een beetje achter. Piet warm, pop. Zijkant wit is. En dit is zeg maar een soort budgetlijn, zeg maar, onder de Gretsch, weet je wel. Je koopt dus voor heel weinig geld, koop je echt gewoon een super mooie, voor heel weinig geld is niet heel weinig geld, maar vergeleken met een pro-series, weet je wel, gewoon die beginnen bij 25.000-3.000 euro. En deze koop je denk ik net onder de 1000 euro. Er ligt een mooie V in de hoes. Ook op. En de kleuren zijn gewoon echt. En het is gewoon werkelijk waar. Want toen wij jong waren, konden we dat niet halen hoor, ergens. Die waren gewoon niet te krijgen. En nu is het gewoon een overvloed van gitaar. Dus ik heb ze nu alle drie. Ja. Het rood, wit, blauw. Maar het is prachtig, hè? Heel mooi. Maar ja, goed, jij hebt natuurlijk een... Ja, ik heb een endorsement bij Gretsch. Nou ja, je bent ook wel een goed reclame-uithangbord voor de Gretsch, laten we eerlijk wezen, hè? Ja. Maar heel mooi, deze serie. Ja, joh. Echt heel mooi. Maar inderdaad, je zegt, die kleuren zijn gewoon zo oldschool of zo. Ja, dat rood is dus echt gewoon... Kijk, dat blauw is... Prachtig. Weet ja, ik weet niet of je het helemaal goed ziet op beeld. Nee, het kleurt soms een beetje, maar dit is een soort... Ja, het is een beetje oud-rood. Ja. Ja, noem je dit? Nou ja, er zou ook een auto in kunnen zijn in die tijd. Ja. Maar eigenlijk alle drie, hè? Ja. Ja, omdat bij deze dan heel mooi is, is dan omdat die wit is, zijn de zijkanten goud. Ik weet zeker dat ik als ik nu als deze video online komt, dat mensen schrikken van jouw tatoeages. Heel vaak zie je dat natuurlijk helemaal niet bij jou. Maar ik krijg altijd opmerkingen als in een keer jouw tatoeage te zien zijn, van mensen die dat misschien niet weten, dat jij best wel onder zit. Ja, valt wel mee toch? Maar dat weten heel veel mensen niet, omdat je altijd een pak draagt, dus dan zie je het niet. En zullen we de tuin even laten zien? Ja, de tuin is bijna af. Tot nu toe, hoe het er nu uitziet. Nou, het tuintje is een heel eind. Steen ligt erin, grind ligt erin. Nu moet nog een beetje afwerking, een beetje de puntjes op. Randjes, bakjes nog een beetje. Ja. Overal nog een klein beetje grind in de bloembakjes. Dan zijn we er wel. Mooi geworden. Ja. Mooi man. Nou, laat die zomer maar komen. Ja. Wat is die ver te zoeken nu? Nou, nu is het wel mooi. Vandaag was het wel lekker. Vandaag was het wel lekker. Wees hardlopen. Vandaag buiten. Ja. Ja, dat is lekker. Hey. Wat ga je doen? Ik doe een treden met het Metropool Orkest op 1 juli. Concertgebouw. Concertgebouw. Amsterdam. Als het allemaal doorgaat. En daar moest ik wat liedjes voor doorsturen. Met de links en zo erachter. Dus dat was ik aan het doen. En nu zat ik net een documentaire te kijken over J.B. Meijers. Ook leuk. Ja. Mooi gefilmd trouwens. Mooi gefilmd, ja. Zag er prachtig uit. Kom gewoon naar het Hulst, hè. Ja, zeker. Gewoon een ziel. Gewoon een ziel, hoor. Hij heeft goed bekeken. Duidelijk. Hij heeft het allerbeste bekeken van ons allemaal. Hij is naar Bonaire verkast. Ja, vanuit daar maakt hij muziek, hè. Toch? Ja. Ja. Dank je wel. Heerlijk.
Ja, ik doe morgen repeteren en zaterdag doen we de show. Ik heb het over een hele grote televisieshow in Duitsland. Nou is het wel een soort... Maar ik zit bij RCA daar, hè. De communicatie was Dan. We hebben een heel mooi tv-programma wat we kunnen doen met je. Ik zei, wat is het? Ja, het is met dit en dat. En het was een beetje onduidelijk. Ik zei, nou ja, als jullie denken dat het goed is voor mij te doen, dan doe ik dat. Nou blijkt het een soort... Ja, ik weet het nog steeds niet wat het is. Het is een soort songfestival. Het is op dezelfde dag als het songfestival, geloof ik. Of een week ervoor. Ik heb dus geen idee. Maar het is niet echt een wedstrijd. Heel eerlijk gezegd, ik heb geen idee waar ik mee doe. Misschien is het eigenlijk ook wel goed dat je niet weet waar je naartoe gaat. Nee. En het is in Keulen, toch? Ja. Ja, ik kan niet mee, want je moet natuurlijk de hele coronetten testen, lalala in. Goed dat je niet zegt. Dat moet je doen, maar er gaan wel andere mensen met jou mee. We hebben een dochter die heel tijd aan het bellen blazen is. Dat kan jij. Wij zijn net als ze heel de keiharde scheet aan het blazen is in die wagen. Hoi. Het is heel raar weer. Hè? Huh? Nou, het is nog steeds geen zomer. Nee. We hebben ons voorgenomen om er niet over te zeuren. Maar we doen het toch een beetje. Ja. Och, we willen toch gewoon 30 graden dat de mussen van het dak vallen. Dat. Dus even laten zien waar jouw oude basisschool was. Het is helemaal afgebroken. Ja. Hier was je school. Ja. Nee, hier zo. Dit was Ja. Heb je wat te vertellen? Want ik heb deze week geen content omdat jij weg bent. Oh ja, ja maar ik film wel wat in Duitsland. Ga je daar in Duitsland wat filmen? Ja, ik niet, maar ik heb een chauffeur bij me. Oh, sorry, ja. Ja, klinkt heel decadent, maar het is omdat ik geen zin heb in een hotel, dacht ik van we rijden gewoon lekker heen en weer. En Keulen is gewoon goed te doen, dus 3 uur. Ja. Maar om nou heel de dag op de benen te staan en dus we hebben Martijn die rijdt. Martijn die zei van... Je oom en tante. Ja. Wat heb je? Ja, nee, dat heb je. Dat heb nooit. Wat eten we vandaag? Vegetarische shawarma. Het is niet creatief. En ik ben ook niet zo heel erg van vegetarische vervangende producten. Maar af en toe? Af en toe is het best lekker. Maar ik moet eerst even de oven... Je hebt gisteren wel wat gefilmd, hè, daar zo? Ja. Van de repetitie. Zal ik dat nu eventjes hier achter zo of maar hier laten zien? Ja, is misschien wel leuk. Ja. En voor die Nederlander, denk ik weer aan met rollercoaster. Vroeg jou gisteravond bij thuiskomst. Je was rond een uur of 9, kwart over 9 thuis. Weet je nou precies wat het is? Nee. Nog steeds. Nee, ja, ze zeggen het is het heet Free Eurovision Song Contest. Free. Dus ik heb nog gevraagd hoor. Ik zeg maar, is het nou een wedstrijd dan? Dus ik vraag aan die directeur van RCA, die vraagt, is het een wedstrijd? Zeg, ja, wel een soort van. Ik zeg maar ja, ik doe dat soort dingen niet hè. Dat soort... Ik hou niet zo van wedstrijd. Nee, maar het is ook niet een wedstrijd. Maar is het nou een wedstrijd of... Dus ik heb dus geen idee. Want, nou, in Nederland kan je niet stemmen. Het is niet dat mensen van heel Europa daarop kunnen stemmen. Mensen in Duitsland kunnen wel stemmen. En in Oostenrijk en in Zwitserland. Hoe? Heb ik geen idee. Er is geen reclame voor gemaakt. Weet je wel? Het programma bestaat nog maar 2 jaar. Vorig jaar hebben ze dat voor het eerst gedaan, geloof ik. En ik weet nou niet zo goed of ik er nou een beetje bijgenaaid ben. Of... Maar als de winnaar wint ook niks. Nee. Je hebt er ook niks aan. Nee. Volgens mij hebben ze het gewoon, is het een programma waar mensen gewoon, weet je wel, je gaat gewoon lekker muziek maken of zo. Ik heb geen idee. Nou,
Het is niet... Nou, je hebt er een klein beetje spijt van. Kunnen we dat eerlijk zeggen? Omdat je gewoon niet helemaal... Je houdt gewoon eigenlijk niet zo heel erg van dit soort dingen. Ja, ik vind het ook een beetje een rare spagaat die ik nu aan het doen ben. Maar het is niet een bewuste keuze van... Hey, Danny gaat even lekker aan een songfestival meedoen. Nee. Nou, morgen weer een nieuw verhaal in het Duits. Misschien word ik wel nagesynchroniseerd. Je hele nummer. Dat is toll. We gaan het allemaal wel zien, jongens. Hè? Ja, nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. We zien het volgende week allemaal weer. We zien het volgende week allemaal weer hoe het geweest is. En dan beginnen we volgende week ook weer een beetje aan de puntjes op de i in onze tuin, denk ik. En dan moet het echt lekker weer worden. Want het is tijd om naar buiten te gaan met z'n allen. Iedereen heeft zon nodig. Ja. Een beetje positiviteit. Dus, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Wees een beetje lief voor elkaar. En tot volgende week. Tjus! Parablus! Dat is dan weer Frans. In plaats van Duits. Oh ja, het ruimt zo leuk. In plaats van Duits. Dag! Tjus!